Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag, minister-president. Twee Franse energiebedrijven zijn van plan om slechts op een tiental kilometer voor de kust van Duinkerke, dus op de grens met de Pannen, een mega windmolenpark te bouwen. En het gaat hier om 46 windmolens van bijna 300 meter hoog. En dat is bijna even hoog als de Eiffeltoren. Nu, de huidige inplantingsplaats van dit offshore park zal onnoemelijk veel schade aan Vlaanderen bezorgen. Zo zal dit park onder meer de zeevaartroutes naar onze havens van Nieuwpoort en van Oostende belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Zal ook het laatste ongerepte open zeezicht aan de westkust verdwijnen. En wordt ook het vliegverkeer naar onze luchthaven van Oostende verstoord. Nu, deze Franse bedrijven zijn echter niet bereid om gevolg te geven aan de zeer ernstige en toch ook wel pertinente bezwaren tegen dit project vanuit ons land. Ook de vraag om het Franse park verder in de zee te bouwen met ook minder hoge molens, zodat zo aansluiten op het nieuwe geplande Belgische offshore park wordt genegeerd. En meer zelfs, afgelopen maandag stelde de bevoegde minister Pompili in de persconferentie in Duinkerke ook heel expliciet, en ik citeer hem, het windmolenpark zou in 2027 in werking moeten kunnen treden en zou zeker 30 jaar uitgebaat worden. De regering is vastbesloten om al die projecten tot een goed einde te brengen. Einde citaat. Nu, overleg tussen de Franse en de Belgische regering heeft tot op vandaag eigenlijk niets opgelost. En minister-president, als Vlaanderen haar westkusttoerisme, haar kusteconomie, haar omgeving en scheepvaartsmobiliteit wil vrijwaren, dan lijken enkel nog juridische stappen vanuit Vlaanderen tegen dit Franse initiatief mogelijk. Vandaar mijn vraag aan u, minister-president, welke initiatief neemt de Vlaamse regering om dit megalomaan project dat onze Vlaamse belangen bedreigt ook nog tegen te houden, en zal de Vlaamse regering in dit kader een juridische procedure opstarten? Ik dank u. Ja, dank u wel, minister-president, voor het antwoord. Nu, het verheugt mij wel om te horen dat u van plan bent om ook juridische stappen te ondernemen. De federale minister van de Noordzee, Vincent van Quickenborne, stelde zo pas in de Kamer dat hij nu ook zelf juridische stappen overweegt, maar dat hij toch nog steeds wil verder blijven inzetten op het overleg met Frankrijk. Nu, het politiek en diplomatiek overleg in dit dossier, dat voor Vlaanderen nogthans zeer belangrijk is, heeft tot op vandaag steeds boven uw hoofd afgespeeld. En in uw functietitel voert u echter ook de naam van Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken uit. Nu, mijn tweede vraag luidt dan ook, minister-president, kan u ons even verduidelijken waarom dat u tijdens de vorige belangrijke topoverlegmomenten de kaas van uw bord heeft laten eten door de federale regering en u zelf niet persoonlijk aanwezig was? Werd u dan niet zelf uitgenodigd voor dit overleg? En waarom nam u dan zelf geen initiatief om toch aanwezig te kunnen zijn, zoals het een echt Vlaams minister van Buitenlandse Zaken toch zou moeten toekomen? Nu, minister-president, ik ga graag naar Parijs om de Eiffeltoren te bezoeken, maar als West-Vlaming wil ik geen 46 windmolens met de hoogte van diezelfde Eiffeltoren gebouwd zien worden op een boogscheut van onze Vlaamse kust. Megawindmolens die Frankrijk ons eenzijdig opdringt en ook zonder overleg, die niet alleen ons open zeezicht wegnemen, waarvoor mensen onze mooie Vlaamse kust ook bezoeken, maar die ook nog onze scheepvaart en onze natuur bedreigen. En daarom zegt het Vlaamse Belang ook heel luid en duidelijk, wij willen die Franse windmolens niet vlakbij onze kust. En wij roepen u dan ook op tot actie. Treed actief op om onze Vlaamse belangen te verdedigen en ook te beschermen. En maak duidelijk dat als Frankrijk effectief doorzet met zijn plannen die ons schade zal berokkenen, ook Vlaanderen niet zal aarzelen om die juridische procedures op te starten. Minister-president, West-Vlaanderen rekent op u.